Hallo, welkom weer bij een nieuw videoles van Verberta. En deze keer gaan we verder met opgave 16 van het eindexamen Wiskunde A 2012 voor de HAVO. Goed, bij deze vraag is bereken wat de gemiddelde vangafstand van een man maximaal mag zijn om tot de snelste 5% mannen te behoren. En we hebben een formule gekregen. R is 100 wortel A gedeeld door 4,9. Waarin R is de reactietijd en A is de vangafstand in centimeter. Even kijken. Hij moet tot de 5% het snelst horen. Ik ga even nadenken, want we weten ook nog uit de vorige opgave, in het vervolg van deze opgave gebruiken we deze formule in plaats van tabel 1. Maar we mogen tabel 2 nog wel gebruiken, denk ik. Ja, dus dat is mooi. Dus dan kunnen we weer zeggen, het gemiddelde is 178 van de mannen. En de standaardafwijking is 14. En wat we nu kunnen gaan zeggen is, als we nu weer deze mooie klok gaan bekijken, die klokcurve, en de man moet tot de snelste 5% horen. Dus dan gaan we dit eventjes arceren. Dit hier moet dus 5% zijn. Dan kunnen we ook zeggen dat de andere kant, dit hele gedeelte, moet 95% zijn. Nu kunnen we eigenlijk heel erg makkelijk een klein standaard trucje gebruiken dat eigenlijk wel in elk wiskunde A examen volgens mij voorbij komt. Namelijk, we gaan functies invullen en dan gaan we even de oude functies eruit halen die erin zaten natuurlijk. En dan kunnen we eerst zeggen, we willen een lijn hebben die op 95% zit. Want we willen weten wanneer we op 95% uit zijn gekomen. Dan kunnen we ook zeggen, de tweede functie die we hebben, dat wordt een wat ingewikkelder. Dan wordt het een normal CDF functie. Namelijk, dan kunnen we dat oppervlak aan deze kant, de kant die ik nu blauw ga tekenen. Dit oppervlak kunnen we daarmee berekenen. En die normal CDF, hup, daar gaan we. En wat we dan gaan zeggen is, de onderste limiet, die weten we. De bovenste limiet, die willen we weten. We willen weten op welke plaats dit punt zit. En als we dat doen, dan krijgen we, nou goed, ik gooi gewoon alles erin. Krijgen we deze functie eruit, ga ik mijn window-instellingen nog eens goed zetten. 0, nou 178, nou wat 0 vind ik al te weinig. We beginnen maar eens bij de 178 en dan gaan we gewoon naar 250 door met waardes van, met waardes van 1 en de i is tot maximaal 1, want de kans is maximaal 1. Waarom ik nu de ondergrens 178 pak, is ik weet dat ik van deze grafiek die ik hier heb getekend, als ik op dit punt begin en ik ga die kant op, dan moet ik een heel eind die kant op. Ik weet niet hoe ver. Maar dan kan ik makkelijk of veilig bij het gemiddelde beginnen in dit geval. En als ik deze grafiek nu ga tekenen, dan krijg ik eerst die 0,95 lijn. Dan krijg ik daarna de lijn die voor mij heel interessant is. En dat gaat nog even een tijdje door. Want dan gaan we nu met intersect. Dus second calc intersect. Dat zit op nummertje 5. Eerste curve, tweede curve en mijn gok waar het ongeveer zit was daar in de buurt. Klik. Dan hebben we, dat ik dezelfde fout heb gemaakt als eerst. Ik ga deze video niet overnieuw maken. Ik maak deze even af en daardoor doe ik hem zonder de denkfout. Want ik zal nu even laten zien wat de denkfout is. Ik heb weer gedacht,
sneller dan 184 milliseconden. Dat hele verhaal. Nou goed, niet of sneller dan. Maar de snelste mannen, dat is dit stuk hier. Sorry. Up. De snelste mannen zit hier op deze 5%. En als we deze 5% gebruiken, dan heb ik 0,05 nodig. En dan ga ik mijn window-instellingen maar even wat aanpassen. Want dan is 178 eerder een mooie bovengrens. En dan is, nou weet je wat, begin ik bij 100. Dat vind ik een mooie. Dus dan ga ik van 100 tot 178. Dan ga ik die twee grafieken. Dus de 5%. En dan gaan we wachten. Waar blijft mijn geweldig mooie grafiek? Kom op, rekenmachine. Zo traag ben je toch ook niet. Ah, mooi. Daar hebben we onze mooie geweldige grafiek te pakken. Goed, dan gaan we eens kijken. Weer intersecten die handel. Hup, eerste, tweede gok is daar ongeveer. Komt u maar. En nu kunnen we zeggen dat dit punt op 155 zit. Maar omdat we kunnen zeggen dat dit punt op 155 zit, weten we nu, de reactietijd is 155 milliseconden. En die formule die hierboven staat, kunnen we nu wat gaan invullen. Namelijk, we kunnen zeggen 155 is 100 keer de wortel van a. Dat is, even kijken, de vangafstand. De gemiddelde vangafstand gedeeld door 4,9. Nou, volgens mij kreeg ik laatst weer een vraag van, kun je dit met intersect doen? Dus ik ga dit niet eens meer gewoon oplossen. Dat doe ik hierna nog wel een keertje. Dan zeg ik even weer, de twee formules die ik heb zijn, de ene is 155. De andere is de formule 100 keer de wortel van haakje openen. Ik weet waarom ik een haakje openen zet, weet ik niet eens. Die doet hij automatisch eigenlijk al. Maar goed, 4,9 haakje sluiten. Window-instellingen. Nou, ik heb geen idee van de grootte. Dus ik begin eerst maar eens met een vangafstand van 0 tot 30. Eiwaarde minimaal, nou ja, we moeten rond de 155 zitten. Dus als we nu gewoon eens voor het gemak zeggen 150 tot 160. Weet ik zeker dat ik één van de twee grafieken al mooi in zicht heb. Dan ga ik de grafiek tekenen, dit is die 155. En daar hebben we de andere grafiek, die duikt er heel mooi doorheen. Dus dan gaan we hem weer intersecten. En intersect is echt een heel erg leuk spelletje bij wiskunde A. Gebruik het zodra het kan. Tweede curve. En mijn gok, daar zit het kruispunt. Dus de intersection zit op x is 11,7. Dus A is gelijk aan 11,7 centimeter. Dit was opgave 16 met een kleine aannamefout. Ik zal ook opgave 16 gewoon in één keer posten. Maar als je bij deze tekst bent gekomen, dan ben je volgens mij al veel te laat. En heb je ook al gezien hoe het moet. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En kijk ook eens op www.voorbeta.nl. Misschien dat je in de buurt van Bilthoven zit en de komende weken nog wel denkt van, nou, goh, ik wil eigenlijk voor mijn examen nog wat meer trainen. Dan ben je hier altijd welkom. Er zijn nog meerdere plaatsen vrij op de avonden. En zelfs een aantal op de middagen.